Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe video. Mijn naam is Enzo Knol en dit... Ja, ben ik. Ja, wie is ik? Bas. En wij gaan vandaag Beast Battle Simulator spelen. Ja. En dat schijnt een heel erg leuk spelletje te zijn. We gaan vandaag een paar challenges doen. En de allereerste challenge zijn de vogels. Dus wij gaan de vogels proberen uit te schakelen. Wij moeten een eigen leger bouwen. Ik ben benieuwd. En hoe toepasselijk is het... Jongen, ik ben Armin Boy. Hey! Gaat ze pakken. Oké, laten we om de beurt een leveltje gaan doen. Maar we gaan natuurlijk wel overleggen welke wij het beste kunnen kiezen. Ja. Dus we hebben hier een hele lijst met allemaal dieren die we kunnen kiezen. En we hebben een hele lijst hier met allemaal dinosaurussen. En je kan later ook nog de dieren aankleden om betere wapens op hun rug te zetten of wat dan ook. Ik denk, wil je een broek geven of zo? Of een t-shirt of een petje? Nee, dat niet. Want het zou wel raar zijn als bijvoorbeeld een black bear. Ja, zo. Die, ja, maar die is wel goed hoor. Laten gaan we deze meteen neerzetten? Zo! Die hebben ook wel... Oh, hier zie je ook HP, ja. Oh, ja, inderdaad. Damage. De damage die iemand doet. Oké, wat is de grootste dino die je hebt? Oh, dit is een hele... Ja, doe die. Die is goed. Ja, deze? Ja, die is goed. Oh, nee, wat schattig. Die wordt zo goed. En dan pakken we ook nog even... Zo! Oh my god! Deze lijkt me wel goed. Maar misschien moeten we niet ook birds hebben? Ja, misschien een hond, kijk. Kijk, we doen een paar honden erbij. Zoals je merkt, overlegt Enzo inderdaad ook heel goed bij mij. Gaan we ook een dinosaurus erbij doen? Die kleintjes hebben we al. Ja, die is niet zo goed. Maar... Wow! Ja, die. Zo! Je moet een dikke bird hebben, joh. Maar wat is dit? Wat is dat? Zou je die ook gewoon doen? Gemuteerde hamster of zo? Ik heb geen idee wat dit is. In plaats gewoon, wat? Wow! Oké, nou, ik vind het prima. Oké. Okay. En dan hebben we nog een ezel, tuurlijk. Ja. Ezel. Ezel is supergoed om in je leger te hebben. En dat was het, we hebben geen geld meer. Dus, no money. Is dit het leger wat we hebben? Ik weet sowieso dat die van mij er zometeen veel beter uitziet. Oké. Okay. Nou, dan gaan we. 1, 2 en battle! Oh, oh! Alle leeuwen! Nee joh! Nu al? Wat gebeurt er met de leeuwen? Zijn die nu al dood? Zo, kijk die leeuwen! Wat? Kijk ze dansen! Wat pak doen hem. Die leeuwen? Ren! En dat hondje zonder been. Ja, we hebben gewonnen! Lekker man! Gaan we naar level 2. Oh, moeten we die pakken? Ja man, we moeten een T-Rex. Ja, een T-Rex. Oei, die ziet er gevaarlijk uit. Oh, je minigun. Hebt, wow, je hebt 20.000 money. Wow, shotgun. Om daar wapens op te zetten. Ja, minigun. Dat is de meeste afstand. Wat is dit dan? Kanon. Nee, kan je die op een varken nee, doen? Nee, past toch nooit bij. Ja, kijk dan. Die kan je op een varken doen. Ja, kijk dan. Wat? Oh, nou laten we dat maar doen dan. Oh, ik ben echt benieuwd. Een leger varken tegen een T-Rex. Ja, jongen. Kijk, dikke guns erop je op een poepet. Op een poepet? Ja, gewoon echt. Kijk dan. Ik wil ook minigun. Nee joh. Wat? Kijk dan. Oh, die ziet er geniaal uit. En die laser lijkt me wel goed hoor. Dan snijdt hij gewoon die hele T-Rex. Wat? Gewoon op hun hoofd. Wow, we hebben nog vet veel. Ja, dan doen we deze ook gewoon lasers op hun kop. Hey. Oh, dat kan ook gewoon. Je kan gewoon meer tegelijk doen, ja. Ja. Dus we moeten gewoon overal kanonnen op, overal miniguns op. Ja, inderdaad. Je kan gewoon op alles dubbel doen. Kijk hoe zwaar beladen, jongen. Die kanon, jongen, dat weegt al heel veel kilootjes. Ja. Dit is hem. Als jij op start drukt, dan gaan we beginnen. Let the battle begin. Oké. Oh, ze gaan niet zo snel. Wow, dikke kanon gek. Pak hem. Schiet hij staat in de fik. Dat is goed, denk ik. Nee joh, die T-Rex is sterk. Wat? Bas, je wordt geowned. Ja, ook echt hoor. Je wordt gewoon keihard. Hoe dan? Heb ik hem? Is hij nou dood? Ja, hij is dood. Ja! Het was dat spannend. Dat scheelde niet veel, hoor. Nee. Dat scheelde niet veel. Oi. Baby's first soccer. Oké. Wat? Dat zal wel. Logica. Pardon. Wat? Ga je voetballen? Hè? Tegen allemaal honden en drie leeuwen. Zwijnen. Pak sowieso leeuwen. Ja, die leeuwen die waren goed, hè? Ja. Oké, ik heb 300. Dus laat ik deze nemen. Ah, dat was het. Laat ik deze nemen, dat was het. Ja, dat was het. Ja, dat was het. Ja, nou, daar gaan we. Oké, let's do. Ik bedoel, Nederlands elftal, wij zijn de leeuwen, toch? Dus... Oh! Ja hoor, ga scoren. Kijk ze. Ach, wat? Kijk hoe goed ze gaan zijn. Ze gaan serieus gewoon voetballen, ja. Oké, die kan. Ja, wat doet hij? Oh! Shit! Yeah, baby!
1-0. Oh, je moet nog drie. Een keer. Oh ja, je moet de 3 winnen. Wat? Nee. Nee. Kom op. Nee, rennen, leeuw. Leeuw. Ja, daar komt de leeuw. Oh, kijk ze snel wezen, joh. Kijk die leeuw. Kijk die kangaroo. Ja, oh. Kom op, nog een keer. Ze vliegen gewoon uit de bocht. Wat is dit? Dat ziet er echt... Volgens mij is er een hond overleden. Wat is dit voor een game, jongen? Dit is raar. Dit is echt heel raar. Dit is lang niet best, jong, dit. Oh, voor het doel langs. Ja. Kom op, ja. Woe! Lekker nice. Hoor. 2-0. Oh my god. Oh, dit, al... dit is echt zo raar. Dit is heel vreemd. Oh. Je ziet ook af en toe een beetje bloed. Ja. Wat doet hij? Nee, wat doe je? Dit is onze eigen goal. Kijk ze vliegen dan. Ja, lekker. Kom op, Leo, nog een keer. Kijk die jongens. Oh, mooi. Boom, jongen. 3-0. Oh, ik krijg er warm van, joh. Ja, ik ook. Oh, dit donkeys is vet makkelijk. Ja. Je hebt 5 ezels en 4 zwijnen die je moet verslaan. Dan doen we beertjes. Hoeveel geld heb ik? Oh, mijn 300. Ja, doe je een polarbeer? Een ijsbeer? Ja, wat kunnen hun doen? Ja. Wat? Niks, toch? Ik bedoel, ik heb dikke klauwen, dikke tanden. Ja, dat is waar. Ja, jij zal het wel weten. Ja. Jij bent sergeant. Dus, oké, dat was het. Daar gaan Axen. We. Oh, nu moeten we wel even... Wow! Oh! Hier die beer, jongen. Die pakt ze allemaal. Kijk dan. Holy shit. Klaar? Dat was het al. Gozer. Jij hebt het vaker gespeeld. Hé. Hey. Stil. Ja, dit is lachen. We moeten tegen pingwins. Oh, en je kan ook gear. Flamethrower. Ja, maar flamethrower. Waarom zou je vuur gebruiken tegen pingwins? Nou... Kijk de omgeving, ijs. Ja? Jongens, ze hebben een dikke vacht, jongens. Zet die in de brand. In de brand. Oh, dat kan echt niet. Moet je echt niet doen, nee. We hebben gewoon... Oh. Shark? Sowieso. Oh my god. Ik ga ze pakken met een shark. Oh my god. En voor de rest pak ik gewoon wat kleine. God. Daar gaan we, hoor. Dit is Enzo logica. Met... Kijk, zo! Kijk even wat die haai doet. Nou, dat was nog geen slechte keuze ook, joh. Nee, kijk dan. Hier, hoppa. Je eet het allemaal op. Ik eet ze gewoon op. En ze glijden ook allemaal. Kijk dan, ik heb hem op het hoofd. Kijk. Zo, kijk die haai tekeer gaan dan. Hoppa. Oh, goeie keuze, joh. Dit was een super goede keuze. Dit was een goede keuze. En jij bij me uitlachen, hè? Respect, hoor. Oh, lekker, hoor. Wat gaan we doen? Wow. Wat is dit? Krokodillen, joh. Dikke Oh, deze is moeilijk, hoor. Ik zou iets in de lucht doen. Want hun hebben niks in de lucht. Oh, dat is een slimme. Maar ja, wat kan in de lucht? Hippo? Nee. Een hippo, die weegt echt 3 ton of zo. Een giraffe? Nee, dat lijkt me ook geen... Ik zal lage beesten doen. Want als je een giraf doet, ja, die krokodil die bijt zo die poot eraf van die giraf. Ja, dat ook. Het is wel echt een erg spel eigenlijk. Ja, dit kan echt niet, hoor. Nee, dit kan echt niet. Dat kan echt niet. Seagull. Een seagull, dat zijn toch die vogels? Ja, zie je? Oh, kan ik daar ook een minigun op zetten? Oh, als dat kan, hè? Oh, no way! Maar die zijn 500, hè? Je kan gewoon een mitrailleur? Doe gewoon 2. Ik kan maar eentje, maar maakt niet uit. Dan heb ik gewoon een dikke minigun op zo'n klein vogeltje ook gewoon, hè? Jij houdt wel van beren, ijsbeer, gewoon normale beer. Ja, maar maakt niet uit. Oh, hebben we 2 beren dan? Ja, we hebben een ijsbeer en een normale beer. Waar zie je een ijsbeer staan dan? Ja, nu heb je een normale beer, omdat je nu in de woestijn bent. Oh. En een hond kan je nog, of niet? Ja. Die hond gaat hem pakken, hoor. Okay, daar gaan we. Let's go. Oh. Wat doen die vogels nou weer dan? Oh mijn god. Zijn het suicide beesten of zo? Zag je hoe hoog dat beest ging vliegen? Die hyena. Oh, ik vind het gewoon ook een beetje zielig, hoor. Oh, dit gaat niet goed. Oh, die krokodillen zijn goed, Bas, je hebt keihard verloren. Je hebt keihard verloren. Oh, ja, je kan wel lachen en zo, maar let's even zien hoe het wel moet dan. Zal ik laten zien hoe het moet? Ja, is goed joh, laat me zien hoe het moet. Oké, dan ga ik laten zien hij hoe gaat het verliezen. Moet. Oké, daar komt ie. Boom, komt met elefant. Elefant is op zich wel slim hoor. Nee, oh, ja, is dat kijk slim? Kijk hoe dat eruit ziet. Zo massive hoor. Dit ga ik doen, gewoon voor de grap. Daar gaan we, voor de rest allemaal honden. Oh, maar dat is wel slim, want dan gaan ze misschien eerst die pakken. Let's go. Wow! Waar schoot die kanon heen? Logica! Waar schiet die kanon? Oh, nou,
Hij heeft wel veel dood gekregen. Hoe dan? Hij schoot genees. Hij heeft heel veel dood gekregen. Oké, dan, die hond is nog... Oh. Dit is echt hard. Dit was nog helemaal niet zo slecht. Alleen die kanon had niet zo van nut. Klopt. Maar die olifant was wel sterk, hoor. Ga je ze kapot laseren? Of ze in de fik zetten? Ga je ze in de fik zetten? Ja, jong. Yo, wie heeft dit spel verzonnen, man? Ja, echt, hoor. Die heeft echt een haat aan dieren. Ja. Oké, daar gaan we. Oh! Ze gaan ook gewoon allemaal op elkaar, ook gewoon, hè? Oh. Oh, dit gaat niet goed, Bas, denk jawel, ik. Jawel, dit gaat heel goed. Nee, dit gaat jawel. Niet goed. Kijk maar, die hyena's, zie je? Kapot. Je bent alweer dood. Deze is moeilijk. Ja, je bent alweer dood. Nee, je doet het gewoon niet goed. Wat ik al zei, je moet die olifant doen. Ja, kijk, je moet gewoon die olifant hier... En dan weer een kanon en weer één hond. Dat ga ik weer niet binnen, hoor. Nee, geen kanon deze keer. Een minigun dan. Oh! Ja, even kijken. Oh, dit is een shotgun. Shotgun is ook hard, hoor. Dit is een laser. Ja, dan heb je nog 500 over. Je kan een laser doen en... Nee, ik denk dat je gewoon deze moet doen met een minigun. Ja, en dan heb je nog 200... Nee, je hebt nog 200 over. Dan kan je nog een gun erop zetten. Probeer dat eens dan. Nee, want ik wil niet alleen één ding hebben en dat is het. Ja. Vind je dat saai? Nee, ik denk niet dat wij iets op die olifant moeten doen. Ik denk alleen de olifant. Nee, maar... Oké, nee, is goed. En dan gewoon nog wat andere dieren erbij. Is goed, ga ik zo olifant en dan even proberen, ja? Is goed. Kijk wat voor rare pinguïns dat zijn. Ja, weirdo's. Doe gewoon vet veel pinguïns. Dan gaan ze allemaal glijden zo. Ja, ze gaan wel glijden. Oh, je zet het wel. Ja, we doen een paar pinguïns die van achter komen glijden. Oh ja, en die pinguïns die hebben natuurlijk lasers. Mm. Oké, daar gaan we. Let's go. Oké, die pinguïns. Oh! Oh, shit! Oh! Oh-oh. Die krokodillen zijn sterk, hoor. Wat moeten we doen tegen die krokodillen? Kijk, ze eten allemaal die olifanten. Oh! Oi, oi, oi. Die krokodillen. Oh! Ai, 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 ai. Oh, kan die pinguïns gaan? Die leeft nog steeds, hoor. Ja, kijk deze. Kijk. Dat is een beetje duizelig. Oh, die heeft die laser. Oh, daar gaat hij. Kom op, schiet dan met je laser. Jeetje. Wat een stomme pinguïn. Ja, nu ga je het ook doen met die olifant? Ja, ik zet hem juist wat verder weg. Ja, doe je een minigun? Ja, door? Jongen, ik ga alles doen, joh. Ja, je kan alleen nog een laser of een flamethrower. Ja, ja. Ga je dit doen? Ik ga hem heen, hier, kijk, ze schieten. Hier, ze zijn allemaal al dood. Oh, yo. Nou, gefeliciteerd Bas. Dit is het kortste potje wat we ooit hebben gespeeld. Ja, oké. Hoe moet deze dan? Ja, een giraf lijkt me niet. Die poten worden er meteen afgebeten. Ja, maar die zijn wel, die kunnen wel met de voeten flink stampen, hè? Ja, zullen we dan... Oh, wacht. Wat nou met een hippo dan? Daar wil je echt niet je hoofd tussen hebben, hoor. Kijk, een hippo. Voor de rest. Maar volgens mij gaat het er ook om hoe je ze neerzet. Misschien moet je op die even een gun zetten. Een minigun of zo nog. Op deze? Ja. Ja, die is de... Dat ziet er wel sick uit. Nou, daar gaan we. Nou ben je het wel maar op dat, dier, hoor. Ik heb het idee dat schieten helemaal niet werkt. Oh, ja, nu heb ik wel heel veel dieren. Kijk dan. Ik denk dat je best wel kans maakt. Zo, kijk. Ga je ik heb gewoon gewonnen. Je hebt gewonnen. Ik heb die pinguïns glijden. Je hebt hem, bro. Lekker. Yes. Holy shit. Eindelijk. Zo, nou, nooit meer dit level. Jongen. Wat is dit dan? Oh, je moet dieren inzetten die al die blokken kratten kapot maken. Oh, dat weet ik al wat ik ga doen, hoor. Ja? Ja. Wat dan? Dat weet ik niet. Bas logica. Oké, kijk die vogel. Doe ik? Oh, maar dat is wel slim, hoor. Ja. Kijk eens even. In een minuut. Ja, in een minuut tijd. Nou. Dit gaat op zich wel lekker. Kijk eens even. Die kisten gaan niet meteen kapot. Nee, je moet goedkoop veel hebben, denk ik, hoor. Volgens mij ook, zodat je zoveel mogelijk... Kijk, want nu gaat het vet lang duren. Ja. Lukt het? Lukt het, vriend? Kijk waar die helemaal heen gaat. Hij zit helemaal doorheen. Kijk. Kom op. Pak die hoorn. Waar gaat die helemaal heen? Waar gaat die helemaal heen? Hij is gewoon weer aan het spelen, joh. Kijk dan! Goodbye, my lover. Ja, hij heeft hem, hoor. Jongen. Nou, dan moet hij nog wel helemaal teruglopen. Oh. Wat? Ik kan hem besturen? Echt? Wat? Ik ben hem aan het besturen? Nee. Oh my god, ik was hem aan... Kan je hem besturen? Ik kan hem besturen. Ja, hier. Oh my god, je kan hem gewoon besturen. Oh my god, seriously. En dan komen we er nu pas achter. Oh my god. Oké, dan weet ik wel wat ik ga doen nu. Even kijken, ik doe heel veel van die seagulls, die waren wel goed. Oh ja, dit gaat Oké, daar gaan we. En dan ga ik deze zijn. Kom op. Hoe kan ik hem zijn? Ja. Oh! Kijk, hoppakee. Wow. Kapot maken die handen. Dat werkt wel, joh.
Oh, maar hadden we dat net ook kunnen doen met die krokodillen en ja, zo. Ja, kijk, hier kapot maken. Hoppakee. Nu die grote, pak die grote toren vast. Ja, misschien kan ik... Even kijken, misschien kan ik zo'n vogel zijn. Waar zijn die vogels? Dood. Huh, zijn die vogels dood? Ja, suicide vogels, hè. Oh, kijk dan hoe goed deze is. Ja, die is goed. Daar moet je gewoon veel van hebben. Oh. Oh, wat? Die honden eten hem op? Wat? Heeft die hond hem nou opgegeten? Nee, ik denk dat hij gewoon kapot was. Ik bedoel, als jij het met je kop tegen houten kisten gaat lopen, dan... Hoppakee. Oh, die wordt geplet, hoor. Oh ja, hij is gewoon dood. Oké, okay, bestuur. Zo, kijk eens even. YOLO! Wow! Oh, die honden! Zo, dit is een goede Bas. Ja, deze gaat... Ja, dit gaat hem worden. Oh, dit is een hele goeie voor jou. Ja. Lekker hoor. Ik deed maar wat hoor, het was gewoon puur geluk hoor. Echt? Kijk, dat was de laatste. Kijk, dat was hem. Gewoon. Lekker man. Zullen we de laatste level gaan doen? Ja. We gaan deze als laatste doen, oké? Okay? De kamikaze. Oké, we moeten dus dit opblazen. Oh. Met dieren. En het, alles wat die dieren krijgen, zie je? Wow. Alles wat je neerzet, krijgt een explosief. Nou, doe dan gewoon goedkoop. Ja, dan moet je vet veel goedkoop hebben, inderdaad. Van doggies. Oh. Zullen we eens kijken wat er gebeurt? Nee. Oh, ze komen niet. Ze kunnen niet allemaal rennen. Oh. Nou, zeg boem dan. Wow. Kom op, ik. Oh. Yes. Oh, nog eentje. Nee joh, er leeft nog één. Leeft hij überhaupt nog? Of er leeft nog twee, of drie. Nee joh, die heeft toch geen benen meer? Er leven nog leven? Drie. Net misschien moet gered. Je groepjes maken, want je hebt nu zo. Zo. Ja, dat wil dan nooit. Wat nou als we deze doen? En we doen hierachter gewoon wat hondjes. Even kijken wat hiermee gebeurt. Ja, ik kan geen eens lopen. En maar dat maakt niet uit. Als ze allemaal op hem gaan. Ja, nu ontploft hij. Wow! Oké. Oké, ik weet het. Ja. Kom maar, laat maar. Ja. Dat denk ik ja, ook. Ik volgens mij zitten we op één lijn. Ja, we gaan paar. Ik heb geen idee wat je bedoelt, maar ik ga hem gewoon paar. Dit een. Oké, laat me dit uitspreken, ja. Pterodactyl. Bijna, ja. Pterodactyl of zo. Oh, dat is een vogel. Wow, dat is een vogel. Ik zou gewoon twee van die 300 Stegosaurus. Stegosaurus. Oké. Okay. Daar zou ik twee van doen. Finbacks. Want zoals je merkt, één groep... Van die, hoe heet die, struisvogels, die gaan op eentje af en die anderen gaan op eentje af. Nee, dit is moet hem niet. Moet je toch niet op tijd ontploffen? Dit is hem niet. Kijk hoeveel er nog leven. You win? Oh, hij heeft gewoon gewonnen. Zijn ze allemaal dood? Yeah. Ik dacht dat er nog vet veel leefde. Nee, joh. Ja, oh, ik dacht hij ontploft veel te vroeg. Ja, dat dacht ik ook. Ja, nou, niet dus. Nou, dat was in ieder geval het spelletje voor vandaag. De Beast Battle Simulator. Ja, lachen, joh. Hopelijk vonden jullie het tof. Vergeet niet een blauw duimpje omhoog te doen als je ook nog meer wil zien. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan zie ik jullie bij een gloednieuwe video. Bedankt voor het kijken en peace. Peace. Peace.